In het nieuwe programma van de Vlaamse presentator Tom Waas is Karen van de meidengroep K3 te gast. Helaas voor Karen is ze zo dom geweest om de redactie te vertellen dat ze bang is voor spinnen. Zo'n stap per stap. Geen echte, hè? Rustig, 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 rustig. Nee, kom, wat ga je doen? Oh, dat vind ik ook al vies. Ik weet, ja, dat vind ik ook al vies. Echt, hè, die drie... Die... Spin, staat hier op. Ja, wel, die vier letters, ik vind dat verschrikkelijk. Die combinatie, zelfs als dat in de verkeerde volgorde staan. Echt waar. Deze? Ja, het zal de spanning wel zijn, maar even later laat Karens lichaam op vrij gênante wijze van zich horen. En nee, het is niet wat u denkt. Is het echt waar? Ja. De man van uw leven? Ja. Pardon. Dat is geen boer. Nee, oh, dat is geen boer. Zeg. Wat mij het meest verontrust is dat jij zegt dat dat geen boer was. Nee, mijn grootmoeder die had dat ook. En dat was de enige op heel de oort, hè? Kan dat niet anders? Op Omroep Friesland helpt een man kinderen met het bouwen van modelbootjes. Moderne didactische inzichten zijn duidelijk niet aan deze oude moppenpot besteed. Waardoor stel je nou? Ik ben bezig. Ja, met een rotzooitje. Nou, en waar zit dat dan vast? Zet het dan even goed vast. Hallo? Niet teuten, jongens. Zet het er nou even aan vast. En ga je door het bovenste gaatje heen. En dan hier achterlangs. En dan weer achterlangs. Dan weer door dit gaatje heen. Weer achterlangs. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Oh, Osa, ja. Oh. En met z'n gen, hoe ben je daar zo van mij? Zit je wat zeilboottalent in de klas? Voorspelling met speciale aandacht voor het weer in die ene wereldberoemde buurt in Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht in het noorden wolkenvelden, in de rest van het land helder. Het blijft wat waaien, daardoor wordt het niet echt koud. Morgen lost de bewolking snel op, overal wordt het zonnig, het wordt 13 graden op de wadden. Ja, een beetje flauw. Kan gebeuren. Maar in een eerder bulletin was, als dit wat betreft de verspreking, ook al aardig op dreef. In de Noordzee bij de Schotse kust is een zoektocht aan de gang naar 16 inzittenden van een helikopter. Die stortte vanmiddag neer ten noordoosten van Aberdeen. In de helikopter zaten mensen van een booreiland. De Britse kustwacht. Op de site van RTV Rijnmond beelden van weerman Ed. En voor wie Ed niet kent, de man is het beste omschrijven als een kruising tussen een melige bakvis en clown Bassie, zonder smink. De weerfoto van vandaag komt van Suzanne uit Rokanje. En die ziet het, een hele rustige dag. Want ja, zelfs de wieken van de molen, ja, er zit geen beweging in. En dat is vrij logisch, weinig niet. Ja, de weerfoto van vandaag komt van Suzanne uit Rokanje. En die ziet het, een... Ja, in De Vlaamse Man bij het Hond vertelt een oudere meneer over zijn vrouw die een zeer proper en precies huishouden runt. Om dit te demonstreren heeft de man een listige test voor zijn vrouw bedacht. Het idee is goed, uitvoering minder. Hé, die putten van je zetel die staan recht over mijn gewonnen, hè? Dat is nu weet. Zal ik eens verzetten of wat het zo gezien? Ja. Maar dan moet je er niet kijken, hè? Nee. Kijk maar naar het straat. Ah, ja, terug. Dat kun je dus niet zien dat dat verzet is, hè? Die potten, dat kun je dus niet zien, hè? Dat mag je zeggen. Oh ja. Op de site van Voetbal International laat het Peppi en Kokkie duo Derks en Gené weer van zich horen. U kent de rolverdeling inmiddels. Derks maakt grapjes over Gené's uiterlijk en Gené ondergaat het allemaal leidzaam. Tot zover deze kleurrijke aflevering van Doordekker. Er waren ook kleurrijke mensen in Leeuwarden, ja. Later is dat minder geworden, hoor. Ze gingen ze schipperstruien dragen, hè? Is het een schipperstrui? Ja, vind je dat? Je wou toch niet zeggen, ik vond hem wel trendy, hè? Hij is trendy. Moet je nog scutjes zielen vanmiddag of zo? Zou jij hem aandoen? Ja, in de tuin, met grasmaaien. In een sportschoenencommercial laat American voetbalspelers hun kunsten zien. Adembenemend. Maar of het echt is of trucage, dat blijft de vraag. Come on.
Wat denk je, Maarten? Dat is een trucage, denk ik. Lijkt mij ook. AT5 bericht over een staking van schoonmaakpersoneel op Schiphol. Aan de stakers te merken gaat het hier om een zeer weldoordachte actie. Wat vindt u het belangrijkste ding dat veranderd moet worden? Nou, het belangrijkste ding is koffie. Koffie? Koffie veranderen en gewoon een langere pauze. U wil gewoon op tijd koffie drinken? Oh ja, ja. Ook roken. 5 uurtjes kan niet roken. We moeten ook roken. Soms is het niet te zuipen, jongens. Dus de automaat is niet lekker. Dat moet ook veranderen? Ja. U mist respect? Ja, ja, ja. Ja, maar wat is dat dan, respect? Ja, daar ben ik ook niet bij. Daar zijn we mee bezig. En tot slot, vergeet de G20, want vandaag is de kampeer-tiendaagse begonnen. Met de slogan Yes We Camp is een campagne gestart om het kamperen aan de man te brengen. Eigenlijk hoeft dat helemaal niet, want kamperen zit Nederlanders van oudsher in het bloed. We gaan terug naar het jaar. De fabrikanten van kampeerbenodigdheden sloegen in Den Haag hun tenten op ter gelegenheid van de tentoonstelling Goed Kamp. Een privéhotel mag men deze bungalowtent met zijn 2 slaapkamers noemen. Steeds fraaier en doelmatiger worden de caravans. Op deze tentoonstelling werd er 1 gedemonstreerd volgens het 2-in-1 systeem. Voor bijzonder sportieve vakantiegangers was er een originele vinding. Op het eerste gezicht lijkt het een beetje op een kist gebakjes. Maar in werkelijkheid is het een kampeertent die in een minimum van tijd gebruiksklaar kan worden gemaakt. Op simpele wijze maakt u zo van uw auto een slaaprijtuig waarin u hoog en droog ligt, buiten bereik van mieren, turren en andere insecten die het de vakantiegangers 's nachts op de grond zo lastig kunnen maken. Is u ook iets opgevallen op de buis? Laat het ons weten via dwdd.vara.nl. De leukste inzender krijgt een verdomd mythes DWDD-jasje. Ja, ze zijn...